Er zijn diverse methoden om je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Een van die manieren is door middel van paardencoaching. Tenne van Noordheim heeft zich als psychologe toegelegd op deze expertise en zal uitleggen wat het precies inhoudt. Bij een coaching of een trainingstraject met behulp van paarden zet je het paard in als interactiepartner. Dat wil eigenlijk zeggen dat het paard spiegelt altijd je gedrag. En dat krijg je als trainee of als coachie of als deelnemer aan paardencoaching krijg je dat terug. Dat maakt ook dat je inzicht krijgt in hoe werkt dat nou eigenlijk bij mij. En wat gebeurt er als ik A doe of wat gebeurt er als ik B doe. En dat je daar op een ervaringsgerichte manier in een veilige omgeving mee kan oefenen. En het paard is natuurlijk niet gevoelig voor status. Het maakt niet uit of je business unit directeur bent of dat je medewerker bent van een inpakafdeling. Het paard zal altijd eerlijk en in het moment reageren op je gedrag. Er wordt altijd gestart met een psychologische intake. En aan de hand van die intake worden er doelen bepaald samen met de coachie. En gaat de coachie met de interactiepartner, met het paard, aan de slag met zijn doelen of met haar doelen aan de hand van een aantal oefeningen. En dat zijn oefeningen waarbij je het paard kan leiden. Het zijn oefeningen waarbij je van het paard vraagt om je te volgen. Het zijn oefeningen waarbij je het paard vraagt om voor je te gaan lopen, om voor je te gaan werken. En dat allemaal op een manier waarbij mens en paard als het ware in harmonie zijn. Waardoor een coachie kan oefenen met die interactieprocessen, met communicatie, met leiding geven. Aan het eind van een sessie vindt dan de eindevaluatie plaats, waarbij we gezamenlijk kijken of de gewenste doelen en inzichten vergaard zijn. Deze vorm van coaching is in principe voor iedereen geschikt, hè, die een stukje inzicht in zichzelf wil verkrijgen in communicatieprocessen. Het paard is als geen ander in staat om heel puur en heel eerlijk en heel oprecht aan iemand terug te geven wat je voor gedrag laat zien, wat je voor intentie laat zien. En geeft je ook altijd de mogelijkheid om daar opnieuw mee te oefenen en om te experimenteren met nieuw gedrag. Voor mij was paardencoaching een bijzondere ervaring, omdat ik leiding mocht geven aan paarden in dit geval. Ik geef in dagelijks leven ook leiding en wat ik in de training mocht doen was aan de hand leiden en op afstand sturen. En in beide gevallen kreeg ik feedback van het paard, namelijk in het ene geval dat ik moet blijven kijken of het paard mij ook daadwerkelijk volgt. En in het tweede geval of ik niet te veel blijf doen als het paard eenmaal gaat. En dat is wat de paarden me teruggaven en daar kon ik in de praktijk ook weer heel veel mee.